Dit is de rioolslang van TechWise. Onmisbaar binnen elk huishouden, omdat we allemaal wel eens last krijgen van een verstopping in de leiding of in de afvoer. Nou, hier voor me heb ik de rioolslang met de voorwaartse spuitstraal, geschikt voor de Kärcher hoge drukmachine K2 tot en met K7 en de winner. Door het water dat met hoge kracht door de vier achterwaartse spuitstralen spuit, wordt elke verstopping ontstopt, waardoor de afvoer binnen no time weer netjes doorloopt. Voordat je de rioolslang aanschaft, is het eerst belangrijk om zeker te weten dat je de juiste hoge drukreiniger thuis hebt. Nou, dit is dus, zoals ik al eerder aangaf, de Kärcher K2 tot en met K7 en een winner. Nou, voor me heb ik de Kärcher K2 en ik laat je graag even zien hoe je de rioolslang aansluit op het pistool van de hoge drukmachine. Wat je doet, is je pakt het pistool van de hoge drukreiniger, de adapter van de rioolslang, klik de adapter op het pistool en draait direct een kort slag. Zorg ervoor dat je genoeg kracht gebruikt, omdat dit wat lastiger gaat, omdat dit op deze manier lekkage tegengaat. Ik zal het nog één keer voordoen. Je pakt de adapter van de rioolslang en het pistool van de hoge drukreiniger, klikt hem erop en draait direct een kort slag. De rioolslang is te gebruiken voor elk type verstopping, van kleine tot zware verstoppingen of om de leiding preventief te reinigen. Wat je overigens eens per jaar zou moeten doen op advies van de loodgieter. Want onthoud, voorkomen is altijd beter dan genezen. In tegenstelling tot vloeibare chemische ontstoppingmiddeltjes is de rioolslang de meest effectieve en duurzame manier tegen verstoppingen. Wat de chemische middeltjes namelijk met een verstopping doen, doen ze ook met de leiding. Zij tasten de leiding aan en de chemische middeltjes belanden uiteindelijk in de zee. En dat is uiteraard wat we niet willen. Bovendien is het zo dat de middeltjes het probleem enkel verplaatsen, terwijl de rioolslang de gehele leiding reinigt. Nou, welke rioolslang moet je dan kiezen? Bij TechWise hebben we rioolslangen in verschillende soorten. Heb je een verstopping die wat verder gelegen in de leiding is, dan adviseren we altijd een rioolslang met een voorwaartse spuitstraal. Deze voorwaartse spuitstraal komt namelijk net wat verder in de leiding dan een rioolslang met achterwaarts gerichte hoge drukspuwers. Heb je een verstopping die wat minder ver gelegen is, dan volstaat een rioolslang met vier achterwaarts gerichte spuwers perfect. Nou, ik laat je nu graag zien hoe je de rioolslang gebruikt. Ik heb de Kärcher K2 volledig aangesloten op de kraan in het stopcontact. En ik heb het spuitpistool met de velvrees en natuurlijk de rioolslang en de leiding. Het is wat lastig om het te laten zien hoe je de rioolslang gebruikt in een afvoerbuis. Dus in plaats daarvan heb ik een transparant buisje die we van de vijver gepakt hebben, die toe is aan een nodige reiniging. Wat we doen is we pakken het spuitpistool met de velvrees, die ontkoppelen we eerst. En we pakken de rioolslang van TechWise en we koppelen hem zoals we eerder geleerd hebben. Ik klik en ik draai. Voor deze reiniging gebruiken we de achterwaartse spuitstralen rioolslang, omdat de viezigheid niet diep in de leiding zit en alleen het buisje schoongemaakt moet worden. Nou, wat je nu gaat zien is dat de rioolslang zichzelf gaat lanceren, waardoor het hele buisje wordt schoongemaakt. Ik ga nu herhaaldelijk op het pistool klikken, zodat de rioolslang alles meepakt. Bovendien hebben we er wat zand in gedaan en dit bood dan de verstopping na. Daar gaan we. Nou, voordat u de rioolslang bestelt, is het eerst belangrijk om te kijken of de rioolslang geschikt is voor uw leiding. De minimale bocht van de leiding moet namelijk 90 graden zijn en de minimale bochtradius van de leiding moet 7 cm zijn. Het is goed om dit eerst na te kijken, omdat de rioolslang enkel geschikt is voor een leiding met deze afmeting. Nou, wilt u nu meer informatie of wilt u de rioolslang direct bestellen? Ga dan naar www.techwise.com en profiteer morgen al van een schone leiding.